Aan het einde. Ik vond het echt een heel goed programma. Ik weet niet of jullie dat vonden, maar ik heb echt genoten van het programma. Echt geweldige talks gezien. En die komen omdat wij als organisatie dit doen. En daar hebben we heel veel geld voor nodig. Er gaat zo'n 40.000 euro in om. 3/4 daarvan komt van onze sponsoren. Ik kan ze niet allemaal listen, dat ga ik nu ook echt niet doen. Maar weet dus wel dat je 1/4 van wat jij betaalt, wordt nog 3/4 van de sponsoren erbij gelegd. En echt, maakt me niet uit of je het, ik vind het echt geweldig wat deze mensen doen. Dus voor de premium sponsors mag ik dan nog een keer een applausje. De allereerste editie van de Druppel Jam was in een kelder bij Roy, waar 30, 40 man waren. Jullie kennen misschien Onno niet, maar Onno was de persoon, en dit vind ik een heel groot compliment van hem. Hij was daar en hij sponsorde destijds, toen hadden we ook al sponsoring, hij sponsorde de pizza's. Dus er waren 30 pizza's gebracht en die sponsorde hij. Dat hij nu hier ziet dat wij hier als grote gemeenschap hier staan, ik vind dat heel mooi en dat hij daar trots op is. Even wat nummers, we zijn met 400 man MV uitverkocht, wat echt wel redelijk uniek is. Dus volgend jaar weer groter. 54 daarvan waren community tickets. Community tickets betalen een tientje extra, ondanks dat ze niks extra krijgen, behalve een hartje bij deze. We hebben 120 liter koffie gedronken, 264 gigabyte data gebruikt en 260 gigabyte opgeload. En 98,4% van alle statistieken worden ter plekke verzonnen. Want eigenlijk is helemaal niemand geïnteresseerd in of wij 120 liter koffie hebben gedronken. We hebben veel belangrijke dingen om over te praten, volgens mij. En ik wil dit zeggen, omdat deze woorden in mij zitten, en ik wil die woorden aan jullie zeggen. Dit leeft in mij, en ik wil graag daarover praten. Ik ben hier echt behoorlijk... Weten mensen wat druppeldrama is? De laatste 4 maanden is er echt iets afschuwelijks gebeurd in onze gemeenschap. Er zijn dingen gedaan, er zijn mensen... Zijn pijn gedaan en er zijn mensen uit onze gemeenschap gekomen. Ik heb mensen gevraagd hier te spreken die niet wouden komen omdat ze niks met druppel wouden te maken hebben. Er is echt wel een issue geweest. Het gaat iets over, Google it voor. Het gaat over een seksuele preference en dat iemand uit de gemeenschap is gezet omdat hij iets deed wat Dries niet goed vond. Ik neem hier geen stand in, ik ben niet voor Larry, de persoon die eruit gezet is, of Dries, degene die het gedaan heeft en uiteindelijk ook de Druppel Association, maar ik weet dat beide enorm veel pijn hiervan hebben. En voor mij voelt het heel vreemd. Ik ben 16 jaar actief in deze gemeenschap. Voordat deze gemeenschap Druppel heette, was ik erin actief en ik heb echt alle drama allemaal gezien. En ik vond het echt afschuwelijk dat plotseling mensen tegen me zeiden, maar ik wil niks met Druppel te maken hebben. Dat doet mij heel veel pijn. En ik ben er echt zo ziek van geweest dat ik echt dat drama persoonlijk voelde. Er is in de psychologie zijn experimenten gedaan dat als je een spin voor mensen laat zien, dat ze die spin in zijn algemeenheid, dingen waar mensen bang voor zijn en mensen zijn bang voor spinnen, dat ze dat groter gaan waarnemen dan dat het is. Ja, yeah, it's big and hairy. Druppeldrama is niet oké. Okay. Maar weet je, dat is de helft. Drama uit de Griekse mythologie zijn twee dingen. Jantje huilt en Jantje lacht. Het is een Janushoofd. En als we ons alleen maar focussen op dat wat mis is gegaan, dat het fout ging, wat minder prettig was, dan komen we niet verder. En dat moeten we toch echt. Dus ik wil heel graag dat we ons focussen op de dingen die goed gaan. Dat is de andere helft van het drama. Er gebeuren enorm veel leuke dingen. Ik ben echt super trots op dat we hier staan, dat we hier zijn. Ik ben echt enorm trots op wat in Nederland gebeurt. Ik denk dat Nederland niet de bakermat van Druppel is, maar wel heel veel eraan bijdraagt. 400 man. Er is geen enkel camp in Europa een landencamp waar meer mensen komen. De Splash Awards worden georganiseerd door Stichting Druppel Nederland. Die zijn nu in Duitsland ook gehouden. Ze worden in België binnenkort gehouden. Ze gaan daarna naar Denemarken en we maken een pan-Europese Eurovisie Songfestival van. De CXO Days, ook iets wat in Nederland geadoreerd wordt, is ook in Duitsland geweest. Frontend United gaat naar Griekenland. Ik denk dat zijn we in Europa best in good shape. Ik ben bij de Druppel Training Day sessie geweest. Helaas weinig mensen, Marja Doedens leidde dat. Ik word daar enorm blij van dat mensen dus gewoon 800 studenten hebben wij opgeleid. En als wij 800 levens veranderd hebben, ook al is maar eentje een Druppel developer geworden. Die ene Druppel developer kan code toevoegen aan Druppel Core, wat miljoenen mensen het leven kan veranderen. Dus het is onzin om te zeggen dat we dit soort dingen niet moeten doen. Ik denk echt serieus dat we dit de beste investering is die er is. Investeren in de toekomst, in Druppel Training Day. Ik ben er super trots op wat in onze gemeenschap bent. En ik vind dat jullie daar deel van zijn en dat wij dat samen doen. En dat is echt wel vrij uniek. Dus mijn... Yeah. Dus mijn ding is wel...
Mijn ding is wel, ja, er zijn lelijke dingen gebeurd en het gaat nog een keer gebeuren, weet je. Dat hoop ik over 16 jaar nog steeds een keer te mogen zeggen. Maar er gebeuren ook heel veel freaking awesome dingen die gewoon, ja, die maken dat wij best wel kontschoppen, vind ik. The road ahead, naar de maan. We moeten echt verder. Dus hoe gaan we de volgende Drupal Jam doen? Er is geen weg naartoe, maar we kunnen het heel anders doen. 400 man, waarom geen 1000 man? 1 dag, waarom niet 3 dagen? Een codesprint erbij, waarom niet? Betaalde krachten, het is een optie. Ik wil heel graag dat jullie erover nadenken. Kijk, we organiseren Drupal Jam niet omdat het makkelijk is, want dat is het echt niet. Ik bedoel, het team staat daar. We organiseren Drupal Jam omdat het moeilijk is. Maar als wij niet organiseren, dan komt er niks. Dus laten we zorgen dat jij wordt en dat alsjeblieft mail naar meedoen@stichtingdruppel.nl als je volgend jaar wil meedoen. Ik wil heel graag dat we volgend jaar weer een gave conferentie hebben. En ik wil heel graag dat die nog beter is dan nu. Nog meer goede sprekers, nog meer mensen. En ik wil heel graag dat jij meedoet. Dus alsjeblieft mail ons, want dat is wat we nodig hebben. En dit is een conferentie waar je attendees hebt, deelnemers, niet bezoekers. En ik vind dat we dat samen moeten meemaken en samen moeten maken. Zijn jullie mee eens? Heb ik vanavond 400 mail in mijn mailbox. Maak jullie mijn dag. Wie kent deze persoon? Ik gok niemand. Hij heet... Zijn naam is Dick Fosbury. Hij is uitvinder van de Fosbury Flops. Hij was niet een begenadigd atleet en heeft alle hoogte records gewonnen van springen op de Olympische Spelen. Hij was de eerste die met de rug eroverheen ging. Daarvoor ging iedereen met zijn buik eroverheen. Hij deed het gewoon anders en hij zorgde ervoor dat de lat letterlijk hoger kwam. En alles wat ik jullie vraag is om dingen anders te gaan doen, met mij samen te werken, zodat de lat hoger kunnen liggen. Dat is eigenlijk, moeten wij dit worden. Dat is mijn boodschap. Dus... als je in controle wil zijn, als je wil bepalen waar we volgend jaar heen gaan, wie hier staat, hoe we het doen, meedoen naar druppeltjam.nl. Who's Mr. Robot? You'll be next year. Ik sta tussen de borrel en Barres. Dus Barres, als jij nog heel kort een woord kan doen, dan gaan we daarna een drinkendrankje doen. Dank jullie wel. Dank je wel, Bert. Leuk om te zien. Ik ben gisteravond druk bezig geweest met het toevoegen van mijn slides achter die van Bert. Ik heb daarbij een aantal typo's van Bert verwijderd. Maar ik zag ze weer. Dus ik ben heel benieuwd of ik nu mijn slides hier te zien krijg. Yes. ik wil het organisatieteam graag even naar voren hebben op het podium. De mensen die vanaf oktober bijna wekelijks geskyped hebben. Weer een half jaar keihard al hun energie en vrije avonden in de Drupal Jam hebben gestoken. Kom er even bij. Ik wil jullie heel graag bedanken. En graag een heel hard applaus voor het kernteam. Jullie krijgen van Imre nog een lekker flesje bier. Ik hoop dat jullie van bier houden en anders maak je er vast bij de borrel iemand blij mee zo meteen. Dank jullie wel. Nog eenmaal een applaus. Bedankt. En zoals Bert al zei net, we zoeken ook weer mensen voor volgend jaar die hier op dit podium willen komen staan volgend jaar. Dus wil je helpen, kun je iets, je hoeft geen developer te zijn. We zoeken gewoon mensen die goed zijn, die het leuk vinden om wat vrije tijd in Drupal Nederland te steken. Bij het organiseren van Drupal Jam, maar we hebben ook zat andere evenementen die we organiseren. Dan wil ik graag nog twee andere mensen op het podium vragen. Oh, even, daar kom ik zo meteen op. Eerst dit even. Naast de sponsors die Drupal Jam hebben gesponsord, daarvoor dank, wil ik ook een dankwoord uitspreken aan alle partners van de stichting. We hebben sinds anderhalf, twee jaar een partnerprogramma gelanceerd in nieuwe vorm, waarbij we een goud- en een zilverpartnership hebben. En inmiddels zijn er 30 goudpartners en 6 zilverpartners. En die zorgen gezamenlijk inmiddels voor een opbrengst van 15.000 euro per jaar, waar we als stichting hele mooie dingen mee kunnen doen. Onder andere buffers dragen op evenementen die verlies draaien, zoals momenteel nog de Splash Awards. Maar ook Drupal promoten buiten de evenementen die we zelf organiseren. Dus deze bedrijven zijn ontzettend waardevol en daar wil ik ook heel graag een applaus voor.